Factuation. Dat is een begrip, Thomas, wat ik alleen via jou ken eigenlijk. Ja, dat dat, dat zegt alles over mij, maar wat is effectuation precies en waarom is het zo belangrijk, tweede vraag, om er kennis van te hebben? Ja, effectuation is misschien wel een heel slecht gekozen kreet. En ik heb het ook niet zelf gekozen. Mm-hmm. Effectuation is ontstaan door op een hele slimme manier wetenschappelijk onderzoek te doen naar ervaren ondernemers. Ondernemers die minimaal 3 keer een bedrijf van niets naar de beurs hebben gebracht. Mm-hmm. En hoe zij dan kansen creëren. Als je kijkt naar wat wij weten over ondernemers, of dachten te weten over ondernemers, dan dachten we dat dat risiconemers waren en visionairs waren, en zoals de Richard Bransons van deze wereld. En we hebben ze altijd op een voetstuk geplaatst. Ja. En dankzij wetenschappelijk onderzoek van Sarasvati, een prof uit India. En het was wel grappig, Herbert Simon, een Nobelprijswinnaar, die heeft haar gementord. En Herbert Simon is interessant omdat hij een prijs heeft, een Nobelprijs, voor besluitvormingsprocessen. En ondernemen is eigenlijk 1 lange trits aan besluitvorming. En ze hebben op een andere manier onderzoek gedaan naar ervaren ondernemers. Als je kijkt naar wat we voorheen deden, dan nodigden we ervaren ondernemers uit. En dan vroegen we van, joh, hoe ben je nou zo succesvol geworden? Op het moment dat je daar antwoord op geeft, dan kijk je terug in tijd. Mm-hmm. En dan ga je proberen te verklaren waar je succes vandaan komt. En daar hebben we aan overgehouden dat we denken dat ondernemers risiconemers zijn. Hè? Want we kennen allemaal de verhalen van, ja, en toen, als ik toen niet succesvol was geweest, dan was ik nu failliet geweest. Of een visionair. En toen in 1 keer, toen had ik hem. En al die beelden hebben mythe opgebouwd, waardoor heel veel mensen denken, ik ben geen ondernemer. Ik ben niet uit het hout van Richard Branson of Elon Musk. Terwijl ik wil juist ondernemerschap dichterbij brengen. En effectuation helpt mij daarbij. En wat is effectuation dan precies? Het zijn 5 principes die ontdekt zijn in dat andere manier van doen van wetenschappelijk onderzoek. En die hebben mensen uitgenodigd, die hebben een vraagstuk voorgelegd. En van, joh, maak hier nou eens markt van. En dat is een veel betere representatie van ondernemen. Markt creëren van iets wat er nog niet is. En daar kwamen 5 principes uit. Mm-hmm. Vertrekken vanuit beschikbare middelen. We noemen dat dan de bird in hand. Het zijn allemaal Engelse kreten. Omdat ik die dingen ook toepas in corporate omgevingen. En in Engelse business schools. Dus ik heb ze gewoon in het Engels gehouden. En het zijn dus bird in hand. Hè. Vertrekken vanuit beschikbare middelen. Dat betekent gewoon doen wat je in huis hebt. Geen gekke dingen erbij bedenken, maar gewoon... Nou, dat je vertrekt uit datgene waar je het verschil wil maken. Dus dat je... Kijk naar wie ben ik nou eigenlijk. Op organisatieniveau is dat de identiteit van de organisatie. Hè? Waarom zijn wij nu organisatie? En waar als ondernemer, waar wil ik nou het verschil maken? Waar wil ik relevant zijn? En dan ook nog veel meer van, joh, maar wat kan ik eigenlijk? Waar ligt mijn ervaring? Wie ken ik? Wat zijn mijn capaciteiten? Welke middelen heb ik beschikbaar? Grote bedrijven hebben heel veel middelen. Dus misschien is het wel veel leuker om te ondernemen binnen bestaande organisaties dan te starten als ondernemer zonder middelen. En grote entrepreneurs, hè, ervaren ondernemers, die vertrekken allemaal vanuit beschikbare middelen. En dan zie je ook Elon Musk steeds grotere daden verrichten, omdat hij steeds meer middelen tot zijn beschikking heeft. Dus het middel wel geld bij hem, maar dat... Het is wel een middel. Het is wel een middel, maar ook netwerk. Ja. Wie die kent en ons kent ons, Old Boys Network, zit natuurlijk ook wel daarachter. Tweede principe. Tweede principe is het affordable loss principe. Ja. Affordable loss voor draagbaar verlies. Kijken naar de downside, hè, van wat ben ik nou bereid hier te verliezen. Als ik iets wil creëren, dan kijk ik vanuit mijn beschikbare middelen. En dan stel ik me de vraag van, ben ik nou bereid die stap te zetten? Dus het gaat veel kleinere stapjes. En kijken van, joh, als het nou niet lukt, kan ik daar dan mee leven? Kan ik dan nog door? Besta ik dan nog? Dus ondernemers kijken veel meer vanuit beschikbare middelen en van wat ze bereid zijn te verliezen. Dan wat je veel in managementopleidingen ziet, is het plannen van iets wat je wil gaan creëren en daar dan een berekening op maken op return on investment ofzo. Dat je gaat kijken wat levert het me op en dan dat plan maakt met die business cases. Dat doen ondernemers niet. Ondernemers denken in veel kleinere stapjes, wel vanuit grootse doelen, zoals Elon Musk, maar veel meer in kleinere stapjes. Ben ik bereid het stapje te zetten? Ze kennen hun cashflow waarschijnlijk ook beter dan een gemiddelde manager. Ja, de cashflow, dat is alles voor een ondernemer. Maar daarmee zeg je ook juist niet die risico's nemen waarvan we ondernemers vaak betichten. Nee, maar als je dus kijkt, heel lang horen we of zien we ondernemers niet, totdat ze succesvol zijn. En dan lijkt het voor de leek 1 stap. Ja. Maar het zijn allemaal kleine stapjes opeenvolgend en uiteindelijk worden ze zichtbaar. Er is een heel gaaf filmpje ook op YouTube, en dat gaat over dat hoeveel jaar je er eigenlijk over doet voordat iemand succes zichtbaar wordt. En dat duurt altijd veel langer dan je vooraf denkt.
En als je vanuit het affordable loss principe denkt, dan denk je kleinere stapjes. En dan krijg je ook meer inzichten. En vanuit die inzichten ga je uiteindelijk vinden wat het zou moeten zijn. We kunnen dat niet vooraf bedenken. We moeten dat gaan ontdekken. En dat is echt anders. Derde principe. Derde principe is het crazy quilt principe. Lastige kreet voor lapjesdeken. Mm-hmm. En crazy is niet maf of gek, maar is meer de combinatie die je niet had voorzien. Bijvoorbeeld een Philips en een Sara Lee die de Senseo maken. Die hebben voorheen nooit samengewerkt en nu komen ze met een product gezamenlijk op de markt. Dus de lapjesdeken symboliseert eigenlijk de partijen die samenwerken. Met het garen is het commitment wat ze elkaar geven in de toezegging die ze elkaar doen. Maar dat gaat veel losser dan dat je eerst echt met elkaar 10 jaar samen probeert eruit te komen in vergaderzaaltjes. Dit is een hoge mate van just do it zit hier ook wel in. Hè? Co-creëren. Ja, het is één grote co-creatie. Ik heb een boek, Ondernemen in 100 dagen. Dit is één grote co-creatie. Mm-hmm. Dus de Selwyn Senatori doet het artwork. Ik heb een ghostwriter. Daar praat je normaal gesproken, hoor je daar niet over te praten. Maar ik vind schrijven echt een vak. En zij heeft het geschreven, ik heb de content. Dan heb je een uitgever erbij. We hebben elkaar toezeggingen gedaan, maar we creëren dan dat boek met elkaar. Ja. Dus het gaat veel meer over samenwerking. En dat is hoe ondernemers waarde creëren. Bij bedrijven willen ze ook wel co-creëren, als op ieder stukje stof met hetzelfde logo prijkt. Dat is natuurlijk jammer. Hier zit veel meer gelijkwaardigheid ook in. Ja, je bent verbonden van dat je met elkaar het gemeenschappelijk doel voor ogen hebt van waar willen we nou het verschil maken. En als je daarop verbonden bent, hè, de why van Simon Sinek, als je verbonden bent op die waarom werken wij samen, ja, dan kom je er. Heel veel grote organisaties hebben nog steeds dat ze meer inkopen van diensten en van leveranciers. En die kijken dan van, joh, wat wil ik nou bereiken en hoe ga ik daar komen? Die hebben het helemaal niet over waarom wil ik daar eigenlijk heen en waarom zou mijn partner daar ook heen willen. Vierde principe. Vierde principe is het lemonade principe. Ja. Het lemonade principe staat eigenlijk voor if the world gives you lemons, make lemonade. Hè, de lemon hier, de citroen, staat dan voor een onaangename zure verrassing. En die zure verrassing is voortschrijdend inzicht. Ja. Dat is eigenlijk een les. En wat we van ondernemers leren, en in dat spreekwoord zit dat ook, hè, if the world gives you lemons, make lemonade, is van hoe ga ik daar nou mee om? Hoe zet ik dat naar mijn hand? En hoe creëer ik nou limonade uit dat onverwachte wat ik niet verwacht had? En in de wereld waar je steeds nieuwe dingen creëert, ja, daar leer je. En daar kom je dus op, daar stuit je op inzichten die je niet had verwacht. En waar ondernemers goed in zijn, is om dat niet met extra budget en met escalaties binnen de structuren van de organisatie, maar gewoon om daarmee om te gaan. Om het te zien als een soort van fortune cookie. Eigenlijk had het fortune cookie principe moeten zijn. Ah, de les die erin zit. Dit is wat de grote ondernemingen nu de agile organization noemen. Ja, dat zijn eigenlijk lemonade machines. Ja. Heb je tot slot de laatste, de vijfde? Ja, de laatste is eigenlijk van een andere categorie. Dat is misschien wel van de principes slecht genaamde principe. Want dat is de pilot in the plane. De piloot in het vliegtuig. En ik ken eigenlijk geen beroep met meer checklists. Maar waar het hier om gaat is de transformatie van passagier naar piloot. Dat je dus die betrokkenheid van medewerkers, dat die van het werken in een bedrijf naar werken aan het bedrijf. En dat je als ondernemer niet meer uitvoert wat een ander van je verwacht, maar dat je een overtuiging hebt en dat je ergens verschil wil maken. En dat je daar hand en voet aan geeft. En die vijf principes samen, die beschrijven die mindset van die ondernemer. En dat zijn dus de vijf principes kennelijk waardoor ondernemers succesvol zijn. Ja, dat is uit wetenschappelijk onderzoek gehaald. En daaromheen kun je natuurlijk allerlei met methoden en technieken mee aan de slag. Maar die mindset, die heb je nodig in bestaande organisaties. En ook als starter of als professional die nu voor zichzelf gaat beginnen. Maar nu even naar die bestaande organisatie. Want ja, tegenwoordig schreeuwen organisaties om vernieuwing, wendbaarheid, meer business, betere klantrelaties. Dat noem je dan ook misschien wel corporate effectuation. Ja. Is dat wezenlijk anders? Of is dit gewoon deze les ook in de grotere businessomgeving weten toe te passen op een slimme manier? Het is deze les toepassen op een slimme manier in een corporate omgeving. Maar je hebt wel met wat specifieke eigenaardigheden van een bestaande organisatie te maken. Dat heeft met besluitvorming te maken. Dat heeft met patronen die er al zijn te maken. Dat heeft met een gemeenschappelijke strategie te maken. Dus die context is veel meer afhankelijkheden waar je mee te maken hebt als intern ondernemer dan als ondernemer. Als ondernemer kun je zelf makkelijke dingen bepalen. Als intern ondernemer heb je veel meer te passen in. Kan je dit gedachtegoed in talent development en in business development nog negeren als grote organisatie? Nou,
Ik vind van niet. Op het moment dat je kijkt naar bedrijven waar ze allemaal aan het herstructureren, reorganisaties, et cetera, en we grijpen nu alleen nog naar structuur en methode en technieken. Hè, de Scrum, Agile Development, noem maar op. En hele reorganisaties naar zelforganiseren of zelfsturende teams. Maar de mindset, daar wordt eigenlijk overgeslagen. En dat is eigenlijk ja, een enorm gemis, want die heb je wel nodig om tot creatie en creativiteit en betrokkenheid te komen.